Je kent de afspraken, hè. Kom. Dat wordt dan een nul. Dat is niet bevorderlijk voor jouw dagelijks werk, hè. Kan weer. Oh. En we gaan keiveel aan u denken, hè? Ja. Ik hoop dat je snel terugkomt, hè. Vrijdagavond ga ik de optreden regelen. We zijn er om mee te komen. Over vader, hè. Loren, ik ben echt wel blij voor u. Hé, kom daar sowieso door. Je ook iets moet drinken? Nee, hoeft niet. Alles oké? Wat is er, Robin? Ik zie dat er iets is. Ben je aan Jesse aan het denken? Ik mis die wel, ja. Mm. Ik denk ook gewoon de hele tijd aan dat gedoe van Loren en haar vader. Ja, dat is wel een vreemd verhaal, hè? Marieke zal ook wel geschrokken zijn, amai. Marieke? Ja? En Loren zelf dan? Dat is voor haar ook, ik weet niet hoe raar, hè? Ja, ja, dat weet ik wel. Maar dat gebeurt allemaal zo plots. Dat is voor Marieke ook wel raar, hè, Robin? Ja, oké. Okay. Wel raar. Maar mama, wij hebben er niet voor gekozen om geen vader te hebben. Maar Robin, dat zeg ik toch ook niet? Ik zeg gewoon dat dat raar is. Ja, oké, okay, maar wij moeten daar het slachtoffer niet van zijn. Dat jullie dingen verbergen. Jullie altijd mega raar doen als wij er iets over vragen. En dat is bij Loren niet anders, hè. Dat die verjaardagskaart dan verstopt wordt. Dat is gewoon niet oké. Ja, je hebt wel gelijk. Kom maar schoon. Robin? Tot straks. Robin? Ja, salut. Ongelooflijk eigenlijk, hè. Hoe positief dat die slachtoffers blijven van de aanslagen. En vooral die wilskracht. Ja. Zou dat niet kunnen. Dat is echt bewonderenswaardig. Ik weet niet hoe. Mooie, serene, vriendelijke boodschappen. Nou, ik weet niet hoe ik na zo'n aanslag zo positief zou blijven over de mensen die de aanslag gepleegd hebben. Dat gewoon. Nou, allemaal mooie, mooie boodschappen van mensen die de aanslag hebben meegemaakt vorig jaar. Amai. Vorig jaar, toen het die aanslag gebeurde, nu soms ook nog, waren die echt negatief over moslims. Hè? Zo van alle moslims zijn terroristen en zo. Ja. Die mensen moeten we daar ook bij nemen. Hè. Maar als je ziet dat de mensen die hier zelf dichtbij waren, die het zelf meegemaakt hebben, zo positief zijn, dan moet ik wel daarbij aan optrekken, toch? En wij moeten gewoon blijven wie zijn en doen wat we doen. Mm-hmm. En zelf even positief zijn als hen. Wij moeten een voorbeeld zijn. Hè. Maar mag je dan nu het kaarsje van mijn neef Ahmed gaan aansteken? Kom, we gaan dat doen. Kaarsjes branden. Straks ook mee, mijn namiddag naar de moskee. Misschien, allee, waarschijnlijk wel. Maar ik ga eens naar school vertrekken. Zal ik eens? Tot straks. Tot straks, gaat. Het gaat wel zwaar gaan worden voor Jamil vandaag. Ja. Het is niet makkelijk zo. Nee, ik heb echt met hem te doen eigenlijk. Al die herinneringen ook. Ja, aanslagen zijn niet niks. Hey. Hi. En? Ziet je iets zitten? Ja, het is een rare dag, hè, maar.
kan je gewoon zo rustig onder kunnen blijven. Op een dag als deze ga ik niet meer conflicten maken dan er al zijn. Het is mooi gezegd. Kom op. Zeg Robin, nog merci hè, voor gisteren. Hebben wij iets gemist? Ja, het was niet zo. Het ging niet zo goed bij mij gisteren. Robin heeft me getroost. Oeh, connected. Nee. Weet je nu iets van uw vader of zo? Ja, allee, ja. Nee. Hij heeft niks meer laten weten. En ik weet er zelf, hij was echt wel online geweest. Maar, ach, ik wil het niet geloven, maar ik denk echt dat mijn mama gelijk heeft. Allee, eerst komt hij zo mijn leven binnengelopen. Kei tof berichtje, kei leuk natuurlijk. Maar ja, daarna niks meer van je laten horen, dat heb ik ook niet graag. Hè. Ja, maar weet je, allee, ik denk dat je daar ook wel een beetje tijd moet geven. Allee, je hebt ook tijd nodig gehad om een beslissing te nemen. En misschien is hij nu ook gewoon wat in de war. Ja, in de war. Ja, maar ja, hey, zoiets doe je gewoon niet, oké? Okay? En ik ga nu naar het atelier. Sorry. Yo. Wat heeft hij ineens? Gewoon maar... niks van aantrekken. Ik denk dat dat bij hem ook wel wat nare gevoelens naar boven haalt. Hmm. Maar komen jullie nu vrijdagavond mee met mij voor de optreden te regelen? Ik heb het nog niet gevraagd. Ja, ik ook niet. Maar zeg, mag dat, mocht jij eigenlijk? Heb je het aan je papa gevraagd? Nee, maar ik ga zometeen mee naar de moskee en vraag je dat dan wel. Echt? Ja. Ik denk wel dat hij dat heeft echt graag, dus. Zo wel. Maar zie jij dat ook zitten? Ja, als ik daardoor dat optreden kan regelen, wel, ja. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can. Ben ik blij dat je meekomt. Ik weet gewoon niet wat ik ervan moet verwachten. Het wordt gewoon een sereen gebed voor de slachtoffers van de aanslagen. Het is niet dat we daar alleen maar bidden, hè? Praat over vrienden, familie, samen zijn, werk. Over mij? Over u. J1000? J1000. Nu praten wij. Over hoe goed dat jullie wel kunnen rappen. Ja? En er zitten heel veel jongeren ook, heel veel jonge gasten. Je zult zien, gaat u amuseren. Ja, ik voel mij ook wel echt al veel beter. Alleen dat gedoe met Laura, haar vader, dat doet mij soms toch wat raar. Ja, dat zal altijd wel een gevoeligheid blijven, hè? Maar je raakt er wel, ik geloof er wel in. Ik ben blij dat heel de situatie met Jesse wel goed zit. Ja, het is ook mij echt wel plezant, man. Ja. Nu, voor volgende keer zou ik graag je mama mee uitnodigen om tussentijds eens te evalueren. En ja, we kunnen dan ook kijken of dat het nog nodig is om wekelijks af te spreken. Of dat we misschien kunnen overgaan naar tweewekelijks of maandelijks. Hè? Als ik elke week kom, dan zit uw agenda waarschijnlijk wel bomvol. Oh, maar daar doe ik het niet voor, hoor. Mijn motto is, zolang als dat nodig is, maar ook niet langer dan nodig. Hè? Kunt u daarin vinden? Ja. Ja. Goed, dan spreken we volgende week af en dan zie ik je samen met je mama. Ja. Okay. Goed. En, wat vond je ervan? Goh, het duurde keilang en ik heb er echt niks van verstaan van wat die keer allemaal zei. Dat komt wel, hè. Jamil? Nee. Dat leert je gewoon, hè. Ik wil eigenlijk niet meer meekomen. Hoe? Ik had eigenlijk gehoopt dat ik nu vrijdag naar dat feestje mocht gaan. Is dat waarom dat je bent meegekomen, Jamil? Voor wat hoort hof, hè? Zo kun je het ook noemen. Gaan we daar nu echt nu op dit moment over hebben? Jij hebt gezegd dat ze over alles kunnen spreken aan de moskee. We zien wel. Mag het niet? Zwits. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby.
Zeg, mama. Je weet van die rap en de optreden van Jamil, hè? Ah ja, ja. Wanneer is dat eigenlijk? Zou ik wel eens willen gaan. Ja. Of onze schoonzoon. Ja, ik wil daar wel niet met mijn ouders, allee, met mijn mama naartoe gaan. Ah, maar anders wil ik ook wel mee, hoor. Dat zal zeker niet gaan. Je bent er te jong voor. Nee, maar we weten nog niet eens wanneer dat is. Allee, Jamil moet vrijdag naar daar voor zo'n bespreking of zo. En hij heeft gevraagd of dat ik mee mocht. Ja, alleen? Nee, 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 met de vrienden. Allee, Robin gaat ook mee en Lore moet het nog vragen. Dirk. Beslis jij maar, zo. Ja, ik heb nog een late vergadering aanstaande vrijdag, dus. Wat? Ja, ik heb personeelsfeest vrijdag. Dat staat al maanden op de kalender. Welke kalender? In het toilet. Toilet? De kalender staat potverdikken op 2016, Ingrid. Is dat nu te veel moeite om dan een keer rond te draaien? En ook je rolletje te veranderen? Jij wacht altijd tot wij dat zien. Kijk, ik kan mijn personeelsfeest echt niet afzeggen. Hè? Dus ik verwacht dat jij thuis bent voor Louise en dat Emma even mee kan gaan met Jamil. Maar ik vind wel, rond 10:00 moet wel thuis zijn. Zeg, en Arun en Nadja, gaan die ook mee? Ah, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik denk het wel. Denk je dit maar even serieus. Kan ik hier die meeting van aanstaande vrijdag echt niet meer afzeggen? Zeg? Dat zou echt wel onprofessioneel zijn, hè? Kan ik mij zo'n dingen als zelfstandige niet permitteren? Ah ja, en ik moet dan wel mijn personeelsfeest afzeggen. Oh, zeg, hé. Als je dan zo per se naar het personeelsfeest van u wilt gaan, hè? God weet waarom, hè? Pak dan uw gsm en bel dan een oppas voor ons, Louise. Zeg. Zie je, Dirk, we hebben altijd gezegd dat als we allebei fulltime gingen werken, dat de kinderen daar niet een dupe van mochten zijn. Het is goed, hè. Merci, hè. Die muziek stil. Noortje, naar je kamer. Ik wil je broer spreken. Emma, over vanavond. Je zult moeten thuisblijven en op Louise passen. Oeh, maar allez, ik heb net gezegd dat ik ging gaan. Ja, Evert. Ik ben naar Jamil. Maar dat mag toch niet van mama? Goed. Ik heb een afspraak. Ik ben G8000.